Onze gasten vandaag zijn Priscilla van Strien en Simon Terbeek. En mijn naam is Rietje Barelts. Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Zelf ben ik jarenlang leidster, raksja geweest, bij de Welpen. Dat waren destijds de jongetjescouts. Ik vind het ook bijzonder leuk dat ik vandaag Priscilla en Simon te gast heb hier bij ons in de huiskamer. En die gaan mij uitleggen hoe het tegenwoordig in zijn werk gaat, maar dan vooral bij de meisjes. Welkom Priscilla, welkom Simon. Ja. Dankjewel. Wat is jullie functie? Nou, ik ben zelf nog roverscout, dat is dan de 18+. Daar doe ik samen met andere 18+ leden gewoon gezellig avondjes houden. En ik ben ook leiding van de 11 tot 14-jarige meiden. Oh, de grotere al? Ja, de meisjes, de padvinsters noemen wij ze. En ja, daar geef ik elke zaterdagmiddag leiding aan samen met twee anderen. Dus, Oh, dat is heel anders dan ik dacht. Ik dacht dat jullie meer voor de groepjes van 5 tot 11 jaar waren. En wat is jouw functie, Simon? Ik zit zelf in het bestuur bij de groep. En daar probeer ik ook iedere zaterdag gewoon aanwezig te zijn. Maar wat doe je als bestuurslid dan? Ik ben zelf moet je nou besturen? Ik ben zelf penningmeester, dus ik zorg, zorg dat de contributie geïnd wordt, de afdracht naar Scouting Nederland gedaan en eventuele wordt. Eventuele activiteiten waar geld voor? Ja, de begroting bekijk ik inderdaad dat dat juist is. Eigenlijk dat soort zaken voornamelijk. En daarin probeer ik ook gewoon zaterdags aanwezig te zijn om te helpen waar mogelijk is. Ja. Ja. Handjes, als een keer een leiding niet kan of tekort is, dat ik gewoon eventjes kom helpen. Nou, ik denk ook dat die meisjes het best heel spannend vinden als er in plaats van een leidster, dat denk ik, een leider is, die gaat toch andere dingen doen. Dat is stoerder, denk ik. Dat is ruwer. We hebben op het moment, geef ik dan leiding samen met een andere man en een vrouw. Dus ze zijn wel een mannelijke leiding gewend. En het is natuurlijk altijd anders als er iemand anders voor de groep staat. Maar ja, voornamelijk is dat bij ons niet nodig, omdat wij helaas niet zo heel veel meiden in onze groep hebben. Dus, je hebt mij benaderd omdat jullie in feite een oproep wilden doen, hè? Jullie zitten in Bruinisse. Ja. Het is de Margrietgroep. En jullie willen dus graag aan deze kant van het eiland dat er meer kinderen, meisjes naar jullie toe komen. Ja, we hebben op het moment niet zo superveel jeugdleden. En, is het uit? Scout zijn, is dat een beetje uit? Ja, het heeft zo zijn fases, denk ik. Vooral in de puberteit is het bij meiden vaak lastig. Ze willen toch ook andere dingen gaan doen in het weekend. En als het dan toch niet helemaal meer je hobby is, dan stoppen ze er snel mee. En ja, ik denk juist dat het heel leuk is om met een groep meiden allemaal gave dingen te kunnen doen die je normaal niet in het weekend doet met anderen. En ja, dat is soms heel lastig om dat bij meiden duidelijk te maken. Maar als ze het helemaal naar hun zin hebben, blijven ze er ook, net als ik, gewoon op. Dus ja, je bent echt scout in je hart, zeg ja, maar. Ja, nee, ik ben het zelf geweest 7,5 jaar lang en ik heb er intens van genoten. En het leuke vind ik ook, je leert de saamhorigheid. Ik leerde destijds al dat heel veel grote wereldleiders, die hebben allemaal bij de scouts gezeten. Ook omdat het toch een bepaald gedrag met zich mee gaat brengen, een bepaalde houding in het leven. Ja. Die anderen, dan kan je zeggen, die komen ook allemaal. Natuurlijk komen die ook wel goed terecht. Ja. Toch zijn we anders. Ja, je leert toch meer dingen samen doen en met elkaar problemen op te lossen. Nee, maar ook, ik vind alleen al het feit dat jullie in groepsverband bijvoorbeeld, hebben jullie nog een jel als je begint? Nee. Je moet dan niet denken van dat oude mens, waar heeft ze het allemaal over? Ik wil dingen ophalen ook. Ja, snap ik. Nee, we hebben als hele groep hebben we dat niet. Maar per leeftijdscategorie is dat wel. Bij de bevers en bij de welpen uit mijn hoofd gezegd. Dat zijn namen van de groepjes, ja, want anders denken mensen thuis, waar hebben bevers, wat krijgen we nou? Nee, we hebben de bevers, dat zijn de kinderen van 5 tot en met 7 jaar. Ja. En die hebben dan een eigen beginliedje, dan gaan ze met z'n allen in een kring staan, zingen ze een liedje. En aan het einde van de opkomst doen ze dus een afsluitingsliedje en dan is het ook voorbij. En dat doen eigenlijk de welpen, die zijn dan van 7 tot en met 11, die doen dat ook. Je heet ook welpen, toch? Ja. Klopt, ja. Meisjes? Ja, we hebben wel meisjes en welpen jongens. Ja, nee, het is allemaal welpen geworden.
Dus, allemaal welpen, dus ja, geen onderscheid, nee. Uniformiteit natuurlijk, hè? Ja. Allemaal hetzelfde. Wordt er nog een vlag gehezen? Ja, vooral bij de scouts waar ik dan leiding van geef, de padvinders en verkenners. Die doen altijd aan het begin van de opkomst de vlag hijsen. En ze leren dus ook hoe de vlag gehezen moet worden, hoe die gestreken moet worden, hoe die opgevouwen moet worden. Hoe je moet knopen aan de vlaggenmast. Ook dat is gelukkig allemaal nog gebleven. Ja, dat doen we allemaal nog. Wordt het verhaal van het Jungle Book nog wel eens gespeeld? Uitgebeeld? Gespeeld? Uitgelegd? Uitgelegd. Nou, bij de welpen wordt er inderdaad nog wel wat mee gedaan. Nou, het is wel wat bij ons groep iets op de achtergrond, maar het is wel het belangrijke leidraad voor je spel uit te leggen. En op basis daarvan ben je wel... Mijn naam is dus Raxia, dat is moeder wolf, hè? Ja. Dus dat uitgelegd wordt van Mowgli, want hij zat natuurlijk tussen die groep wolven. Ja. Dus dat is, ik had een mooie naam, toch? Ja, vind ik wel. Zeker. Hebben jullie nog eigen namen nou, daar binnen de groep, of ben je gewoon Priscilla en Simon? Ja, wij hebben in onze groep bepaald dat iedereen gewoon zijn voornaam heeft als leiding. Ik word ook gewoon aangesproken als Priscilla, inderdaad. Maar bij de welpen heb je nog wel Baloo, Bagheera. Baloo-beer? Ja, zo heten ze dan nog wel. Alleen zo worden ze niet aangesproken meer. Dat hebben we iets persoonlijker gemaakt. Oké, ja, de tijden veranderen. Ik snap het, maar ik wil gewoon terug in de... Voor mij is het terug in de tijd. Ja. Ontzettend leuk. Het belangrijkste doel van scouting is het aanleren, wat ik al dus straks al zei, zelfstandigheid. Ja. En allerlei praktische vaardigheden. Ja. Bij voorkeur in de natuur. Dat was het plan ooit. Hoe doen jullie dat? Nou, ook we proberen inderdaad wel... ook vanaf kleins af aan al met dingen met de natuur bezig te zijn, zodat je langzamerhand daarin groeit, zodat je zeker bij de oude groepen dingetjes zoeken in de natuur, beestjes zoeken inderdaad, spelletjes spelen, dus wel inderdaad echt vanaf kleins af aan daar al mee bezig te zijn, zodat je hoe verder je komt in het scouting spel. Kleine projectjes ook al maken, hele kleintjes ook al. Ja. Ja, we doen dan vooral werken ze met badges, net als die ik hier op mijn arm heb zitten. Ja. Bij de jongere groepen krijg je voor bepaalde opdrachten die je doet, krijg je dus een badge. En dan hebben we ook natuurbadges. Jullie noemen het badges. Ik dacht insignes. Dat klopt. Voor bepaalde vaardigheden kon je dan een insigne verdienen. Ja, klopt. Ja. En ja, de badges zijn inderdaad voor bijvoorbeeld activiteiten waarin je hebt meegedaan. Of een dag waar je naartoe bent geweest. Ja. Buiten de middagen om. Ja, klopt. Oh, zoals dat... bijvoorbeeld het Girl Power Event, wat we pas hebben gehad. Maar is dat dan wat vroeger ook het heitje voor een karweitje was of zo? Zijn dat soort dingen die jullie nou doen dan? Nee, we doen met de hele groep, organiseren we dan een dag. En dan kunnen ze gewoon spelletjes doen die wij dan voor hun bedacht hebben. We gaan niet meer langs deuren om dingen voor mensen te doen eigenlijk. Dat is echt uit de tijd? Ja. Ja, ja, bij mij komen ze inderdaad. Nee, maar ik woon afgelegen, dus wat anders. belangrijk bij het samenwerken is ook zelfstandig zijn. Maar jullie leren ze ook dat winnen niet belangrijk is. Hè? Ja. Het samenwerken is ongelooflijk. Dat was eigenlijk het belangrijkste. Belangrijk. En de gezelligheid. Ja, maar ik weet wel, jonge kinderen die willen winnen. Ja. Binnen een groepje ook. Ja. En hoe leer je ze nou dat samenwerken belangrijker is dan het winnen? Nou, we hebben bijvoorbeeld bij de welpen dan, als een ander groepje wint met een spel, dan zeg jij als groep een pluim, een pluim, een pluim. Dus als teken van, nou, goed gedaan. En dan zeggen die groepjes die dus gewonnen hebben, die zeggen dan van, geen dank, geen dank, geen dank. Dus bijvoorbeeld op zo'n manier toon je toch je respect van, nou, goed dat je hebt gewonnen, jammer dat wij hebben verloren, maar... We zijn er trots op dat jullie wel hebben gewonnen. En dat groepje bedankt de anderen daar dus ook voor. En dat gebeurt na elk spel, nog steeds. Ja, heel morele regels. Die inhouden dat je hulpvaardig moet zijn. Daar staan nou eenmaal scouts nog altijd onbekend. Ja. Als ik ergens zou staan en een scout zou mij voorbij lopen. Als ik ergens, om wat voor reden dan ook. Ik zou nog steeds verwachten van een scout dat hij met de hulp kwam. In ieder geval zou vragen. En dat gebeurt ook nog. Jullie hebben echt nog die morele regels. Ja, nou het zit vaak ook in iedereen. Als iemand ziet dat er met iemand wat gebeurt, stap je erop af. Dat zit in je als scout, denk ik. Dat zijn niet echt... Maar dat wordt niet specifiek nog aan ze geleerd. Van, denk eraan, als je scout bent, dan heb je wel iets op je genomen. Dan wordt dat wel in de buitenwereld van je verwacht.
Nee, dat denk ik niet. Nou, dat, hè, omdat je het spelende wijs van mij, dat doet van mij, wordt het een soort tweede natuur. Wordt het een vanzelfsprekendheid dat je elkaar helpt van mij, want je helpt elkaar binnen de groep al. Dus ga je het makkelijker ook buiten de groep ook doen. Ja. Ik zie jullie kleding. Nou, dat is natuurlijk al lang, dat begrijp ik ook hoor. Het zag er ook uit. Ik was apetrots op wat ik aan had. Ik vond het geweldig, maar ik snap nou wel achteraf. Ik denk, het zag er niet uit natuurlijk. Mm-hmm. Zo'n dikke wollen groene rok. Het zag er niet uit. Grote hoed. Jullie hebben evengoed toch nog een, je moeder zit daar, een vorm van uniform. Ja. Klopt. Ja, zo heet het ook nog steeds, het uniform. We hebben met je eigen groepsdas. Ja. Ja, klopt. Maar wat me wel opvalt, jij hebt er echt alleen de sluiten, dat ding omheen zitten, maar jij hebt er ook andere. Dat mag dus ook. Ja, je mag zelf creatief daarmee omgaan. Wat jij daaraan wil hangen, dat mag daar aan hangen. Al hang je hem helemaal vol, maakt niet uit. Oké. Dat is je persoonlijke tintje eigenlijk ervan. Net als dat je de badges en insignes ook zelf erop mag zetten. Je moet zoals je verdienen, dat wil. Hè? Daar moet je iets voor doen. Je moet iets kunnen. Of ergens aan meegedaan hebben. Ja, of aan meegedaan hebben, maar ook iets kunnen. Ik weet, bepaalde knopen maken bijvoorbeeld moet je kunnen. Hè? En dan heb je een insigne verdiend. Ja, klopt. Zijn er nou bijvoorbeeld kinderen die zeggen, ja, ik vind dit leuk, maar ik ga niet aan daar ga ik niet aan werken? Wat minder, want dan sluit je jezelf wel buiten de groep van mij. Dus het wordt eigenlijk van mij doordat je het als groepsverband doet, van mij, vinden kinderen toch ook wel leuk om eraan mee te blijven doen. Dus dan heb je, de groep neemt elkaar mee. Okay. En dus heb je nooit, elkaar een beetje zie je het elkaar op? Ja. Oh, ja, meestal doe je dat soort opdrachten doe je als groep samen. Die doe je niet individueel meer. Oké. Okay. Je doet echt, vaak worden dan opkomsten ingepland, bijvoorbeeld 3 achter elkaar, waarin je in bijvoorbeeld het thema bepaalde koken gaat werken. Ja, en dan ga je in groepjes ga je dat soort dingen doen en dan kijken wij naar of dat goed gaat of niet. En dan springen we bij indien nodig. En ja, als dat allemaal goed is gegaan, dan krijg je dus je insigne. Ja. 6 oktober, dat is dus anderhalve week terug, hebben jullie het Curl Power Event georganiseerd. Wim is daar geweest. Ja. Toen dacht ik, jullie hebben een survival parcours gehouden. Ja. Wat hield dat in? Aangepast aan de leeftijd natuurlijk, maar wat moesten ze doen? Nog niet eens aangepast aan de leeftijd. Hè? Dus we hebben wel een parcours uitgezet voor mij die juist voor alle leeftijden... maar die hele kleintjes, die kan je toch niet de dingen van 12-jarigen laten doen, of wel? Er was misschien denk ik 1 onderdeel die niet inderdaad voor alle kleintjes waren, maar voor de rest waren alle onderdelen eigenlijk voor iedereen te doen. Ja. Een brug maken of zo? Of nee, we hadden... We hadden een parcours voor mij, een pionierparcours waar je gewoon over kon lopen. Ja, met touwtjes en plankjes. En, echt ook balanceren en zo. Dolk, hè? Gilles, ik hoor die meiden de dag. Het was weer leuk om met jongetjes. Was dat wel? Die meiden schreeuwen. Ja, die hadden de ruimte naast ons, maar die meiden schreeuwen altijd. Het zal niet veranderd zijn. Nee, zeker niet. Nee, en we hadden dan ook een touwbrug over het water heen. Dat was dan een iets grotere uitdaging natuurlijk. Maar voor de kleintjes was dat niet echt te doen. En de durf als mochten die wel? De kleintjes die dat zeiden van... Oh. Zo, iedereen mocht het proberen. We keken wel of dat ze inderdaad gewoon bij de touw boven konden. Zo mee, hè? En een klein, voordat ze het water overgingen, zo mee, gewoon even kijken. Gaat het echt goed? Gaat het goed? Of wordt het gewoon niks van mij, maar we lieten dan wel in ieder geval proberen, gewoon in ieder geval een tuigje aan, zodat je wel kan voelen van mij hoe voelt dat van mij, hoe ziet het dan eruit van mij. Hè? Dus we zeggen niet bijvoorbeeld van nee, jij bent echt te klein, nee, dan juist van mij helpen die kleintjes ook gewoon, doe maar een tuigje aan, van kijk maar eventjes. Ga dan aan het tuigje hangen van mij, ga dan maar in het tuigje hangen, want dan voel je ook van mij, als je dan afvalt van mij, hoe dat dan voelt. Hè? Dus iedereen wel de beleving krijgt. Ik denk ook dat je op die manier motiveert van nou ben ik nog te klein, maar als ik nou eenmaal 12 ben, dan mag ik gewoon zelf doen. Ja, precies. Dat is heel pedagogisch gedacht, denk ik dan. Ja. Koken op een kampvuurtje. Wordt ook gedaan, ja. Vroeger hadden we dan stokken, die moesten ze van tevoren helemaal moesten we schoonmaken. Ja, een punt eraan maken. Ja. Maar wij deden daar brooddeeg. Ja. Is dat nog? Ja. Dat doen we zeker nog, ook op de kampen en zo. Niet te eten verbrand, hè? Maar het lekkerste brood, hè? Het nou ja, je hebt het zelf gemaakt en daar gaat het vaak om. En wat doen jullie dan nog meer? Wat kook je nog meer op het vuur? Marshmallows uiteraard, maar ook popcorn. Doen we ook nog popcorn. Ja. Ploft alle kanten in. In mandjes. Er zijn speciale mandjes voor. En dan kan je daar popcorn in doen, zodat ze wel in het mandje blijven. En dan het uithalen. Zout of suiker eroverheen.
Ja, dat is natuurlijk heel leuk, want ja. ze doen, snappen ze het, want een klein laagje doe je erin en het wordt een hele mand vol. Ja, ja. ja. ja je doet echt maar een klein beetje. Ik wou je niet te veel doen, inderdaad. Nee, nee dat ja. weet ik natuurlijk allemaal. Ja. Ja. Kamperen, wordt dat nog gedaan? Ja, elk jaar. Sowieso met de scouts gaan wij dan elk jaar 7 dagen op kamp. 7 dagen in een tent, op een primitieve wc. Niet de kleintjes dus? Nee, die slapen nog in de scoutinggebouwen van andere groepen. Dat, ja, dat is ook wel spannend. Een andere groep in een andere wijk. Ja, de hele kleintjes die blijven op het gebouw, die doen vaak dan één keer in het jaar doen ze gewoon een nachtje overblijven. Maar er zijn toch wel heel jong sommigen, maar toch heel stoer dat ze het wel gewoon al doen. Dat is echt erg leuk. En vroeger had je ook, of op kamp hebben jullie dat ook, kookmoeders. Er gingen moeders van de leiding of van de kinderen gingen mee. En die zorgden dan dat er te eten was. Ja. Altijd een dag macaroni natuurlijk en altijd een dag pannenkoek. Ja, is dat nog? Ja, dat wordt bij de Welpen op kamp zeker nog gedaan. Dan is de leiding veel te druk bezig met alle kinderen. Dus ja, die hebben dan geen tijd om te koken. En dan gaan er inderdaad hulpmoeders mee om en dan op kamp spoorzoeken klaar te doen maken. Natuurlijk in het half donker. Ja, en weerwolven spelen. En, lekker roepen, lasaklampen aan in het donker en uit. Ja. Hé, wow, hebben jullie geen oma's nodig af en toe? Dan moet je mij maar vragen. Iedereen is welkom, altijd. Alle leeftijden. Nee, ik bedoel op het kamp. Ook. Ook zoiets waar ik nou aan denk. Wij hadden vroeger, lach er nou om, stroozakken. 3 nachten narigheid van kriebeltjes en bulten en steken en weet ik het. Wat hebben jullie luchtbedden? Nee. Oh. Nee, luchtbedden zijn veel te koud om op te slapen. Te koud? Ja, te koud. De lucht erin, dat blijft veel te lang koud. Dat warmt niet op. Verwende mensen. Ja. En ja, ze gaan zo snel lek in het bos met die takjes. En je moet een pomp meenemen. Maar je ligt toch in een tent? Ja, maar ja, in een tent een luchtbed oppompen is ook niet echt een succes. Want de tenten zijn niet zo heel groot. Dus ja, als je dan een matje meeneemt, wat wij dan hebben, die rol je op. Die zijn zo dik. En daar lig je dan de hele week. Oh, nou, dat vind ik dat toch ook wel stoer. Want als je daar een flink stronkje onder hebt, dan voel je het ook dat nog. Dat ja. Dat vind ik, nou, dat vind ik ook wel leuk. Ja. Oh, hoe zit het met een wc? Hebben jullie eigen wc? Hoe werkt dat? Een gat graven nog? Hoezo? Ja, bij de scouts. Spannend voor kinderen, toch? Ja. Ja, dat is altijd de eerste dag, is dat even spannend en even wennen, maar... En niemand wil waarschijnlijk? Nou, ja, ik moet zeggen, het gaat nogal soepel. Dus, echt waar? Ja, meestal is er wel iemand bij die al een keer mee is geweest en die weet dat dan van de vorige keer nog van... Ja, oh, met ja, je dat, billen op zo'n boven zo'n gat gaan zitten. Dan... Nou, we hebben het wel iets luxer gemaakt. Ze graven een paar gaten, daar gaan een paar palen in. Maken ze een soort standaardje van. Daar liggen planken op met een wc-bril. En dan even wachten, je maakt een gat en dan maak je op 4 hoeken bijvoorbeeld... Zit je... Ja, er gaan palen in de grond, zeg maar. Die zetten we daarin en dan een paal ertussen. Dus dan heb je een soort hekje. En daar leggen we planken op met een wc-bril. En dan kun je toch comfortabel zitten. Comfortabel. Is er een doekje omheen of een schuttingje omheen of zo? Een zeil hangen ze eromheen. Ja, we hoeven natuurlijk niet allemaal te zien wat iedereen doet. En nee, maar dat lijkt me een dolle pret, die kinderen met me. Dat lijkt me echt een van de leukste dingen op zo'n kamp. Ja. Dat ze om de buurt, dat ze naar de wc moeten. Ja, ja, en het is toch ook altijd wel bijzonder en altijd een beetje spannend, toch de eerste dag en de eerste avond. Want ja, het is toch donker en ja, dan moet je met je zaklampje moet je daar naartoe lopen. En, ja, alleen dat is al spannend natuurlijk, om te gillen. Dat snap ik ook wel. Het is vaak een open veld waar ze op staan. Er is ook geen maar dus er niet is meer ook geen één gebouw grote of wat tent. Dan het zijn allemaal, zijn ze liggen ze in kleine tentjes? Ze hebben allemaal een eigen tent, eigen keuken, eigen toilet. Wacht even, elk kind? Nee, toch niet elk Nee, we hebben de jongens- en de meisjesgroepen. En de meisjes zitten dan bij elkaar en de jongens zitten op een soort eigen mini-kampje. Nee, maar alle meisjes samen in één... Ja, in één tent, met een keuken en een wc. En dat is 's avonds, de eerste avond. Hoe laat zijn ze dan stil? Nou, we proberen altijd... Dacht daarna allemaal chagrijnig en vervelend. We proberen 11 uur, maar we moeten altijd nog wel even een keertje langslopen om te zeggen van nu is het wel een keertje klaar. Slapen jullie er ook tussen? Nee, we slapen ook op ons eigen leidingstukje, zeg maar. En daar hebben we ook een grote tent staan waar alle pannen en zo in staan. En waar we ook eventueel kunnen zitten als het regent. Want ja, we hebben geen gebouw. Dus ja, dan moeten we wel in een grote tent zitten met z'n allen. Ja, om zelf ook een beetje de privacy te hebben en de kinderen echt een zelfstandig kamp te laten hebben, zitten wij apart. Wij lagen ertussen, hoor.
Oh nee, wij, nee. Om de beurt had je avonddienst, dan zaten de leiding zat allemaal gezellig bij elkaar en dan één was er dan, die had avonddienst. En die moest bij de groep blijven. Nee, ja, dat laten we aan de kinderen zelf over als ze de volgende dag. Ja, maar als er geen leiding bij is, dan is het hek van de dam natuurlijk. Ja, maar het is tenten, dus je hoort het toch wel. Ik bedoel, een tent houdt geen geluid tegen, dus je hoort toch wel altijd wel zo'n meggen wat er gebeurt. En je weet als leiding, ken je de kinderen wel, dus je weet ook van daar moeten we even iets extra op letten vanwege of daar eventjes nog een keer extra langs lopen. Dus je leert de kinderen kennen gedurende de opkomsten, zodat je op kamp wel weet met wie je op kamp gaat. Ja, want ik weet ook wel dat je kunt nog zo stoer zijn, als meisje bijvoorbeeld ook. Ja. Maar een avond of een week van papa en mama weg. Ja, voor sommigen is dat nog steeds. Dan kun je nog zo stoer zijn, maar dat is dan toch een hele opgave. Ja, je bent echt helemaal weg. En ook van je gewone doen natuurlijk. Want ja, je zit in een bos de hele week. Ja, dat is toch anders dan normaal. Maar ja, eigenlijk altijd gaat dat wel goed. We hebben toevallig dan dit kamp afgelopen jaar hebben we er eentje gehad die dan naar huis is gegaan. Toch? Maar dat had ook meerdere redenen. En dat is vaak zo. Als er dan bijvoorbeeld voor het kamp iets thuis is gebeurd, dan blijft dat vaak nog spelen in die koppies. En als ze dan moe worden, dan komt dat allemaal omhoog. Maar ja, voornamelijk houden we ze toch wel de hele week. Dus, wat ik me ook vooral nog herinner, dat is bijvoorbeeld voor zo'n weekkamp, dat je in maart begonnen we dan al, dat we leiding elke week een keer bij elkaar kwamen om hele plannen te maken. Ja. Er moesten verkleedkisten en alles moest er mee. Dat is dan allemaal berekend op leuk weer. Ja. Maar je had ook een plan B voor als het slecht weer was. En dan moesten er andere dingen. Is dat nog steeds? Ja, klopt. Ja, we maken eigenlijk voornamelijk twee plannen per dag. En ja, als je geluk hebt, ga je die dag naar het zwembad als het regent. Maar ja, het kan ook zo zijn dat je een buitendag gepland hebt met workshops of iets dergelijks. En ja, dan valt dat toch letterlijk in het water. Maar ja, vaak vind je dan wel wat door of in een grote tent met z'n allen toch nog spelletjes te gaan doen. Of even naar een stad te gaan, zodat ze even naar de supermarkt kunnen of iets in die richting. De supermarkten zullen blij zijn met zo'n groep. Ja, nou, die kinderen vinden het ook altijd superleuk. Lekker snoepjes halen. En, oh, dat mag? Ja, dat hoort er bij ons toch wel bij. Is er een limiet dat jullie zeggen van papa's en mama's we mogen meenemen per kind? Weet ik het? Nee, dat hebben mogen we eigenlijk ook zakgeld niet meenemen? Ja. Ja, een limiet, neem ik aan? Ieder kind hetzelfde? Nee, dat hebben we eigenlijk niet. Maar meestal wordt daar ook wel normaal mee omgegaan. En als wij weten dat een kind bijvoorbeeld 50 euro bij heeft, dan zeggen we ook wel van ja, sorry, maar ja, hou dat voor jezelf of lever het even in. Want dat is gewoon niet zo leuk voor de rest natuurlijk. Nou, niet alleen, ik vind het ook een beetje buitensporig. Ik vind dat niet. Er zijn toch ouders die dat wel. Nee, maar er zijn ook domme opa's en oma's. Ja. Ja, dat ook. Domme opa's en oma's ook, die als er aan allebei de kanten opa's en oma's zijn, en er is nog misschien nog wel een tante of wat dan ook, een papa en mama geven wat mee, het loopt misschien uit de hand. Wij hadden destijds een limiet gewoon. Okay. Er was een vast bedrag en dat mochten ze meenemen en daar moesten ze het gewoon mee doen. Ja. En dan kan je zeggen, ja, dat hoeft niet meer. Nee, weet je, zolang er geen conflicten onderling plaatsvinden of het niet misgaat voor mij of het wordt te hoog allemaal bedragen, wat dan ook, dan wil je daar geen extra regels op leggen. Want van regels wordt niemand blij of gelukkig. Dus je wilt dat ook gewoon een beetje gewoon normaal houden. Ik ga ons gesprek afronden. Als zaterdagmiddags, hoe lang zijn ze dan bij elkaar? Dat is verschillend. De jongste groep die zijn anderhalf uur bij elkaar. En daarna de welpen zijn 2 uur. De padvinsters zijn 2 uur. En dan de explorers zijn ook 2 uur. Oké. Leuke tijd. Ja. Als jullie nog even blijven zitten. Ja. Naar mijn gevoel hebben jullie heel duidelijk gemaakt hoe leuk het nog allemaal is. Dus volgens mij moeten er toch een aantal aanmeldingen komen. Ik hoop het. De twee van de regisseur, die hebben jullie al. Ja. Kijk, dat is mooi. Ja. Dat is een goed begin. Ja. Zeker. Ik ga afkondigen. Dat was het voor deze week. En volgende week ben ik terug met een ander onderwerp en andere gasten. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. En deze uitzending is binnenkort terug te zien via de lokale zender Slogo. Maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. Daarnaast zijn alle uitzendingen terug te zien via www.huiskamervanflakkee.nl en via mijn eigen Facebookpagina. Graag tot volgende week. Dag!